Maar we hebben het al gerepareerd. Dus we hebben de monteurs hebben de afgelopen dagen gewerkt. En we hebben dat kunnen verhelpen, waardoor het nu weer draait en we dus dan niet in problemen zijn. Mm-hmm. Nou, wanneer is het opgelost? Vrijdagavond, vrijdag of zaterdag. Vrijdag of zaterdag. En vandaag hebben dus de bewoners van Albina die de weg hebben gebarricadeerd. Wat moet de reden dan zijn? Want het probleem is opgelost en de bewoners gaan op weg. Ik weet niet wat. Dus ik ga met de jongens, ik ga met de mensen van Albina. Ik ken die mensen niet die op die weg zijn. Dus ik kan niet weten wat het probleem is. Waarom ze dat doen? Want het heeft de vorige week een aantal dagen geduurd dat we dus moesten uitschakelen. Dus misschien verwachten ze dat het weer door zou gaan. En het probleem is al opgelost, zegt u. En ik heb... Dat is in orde nu. Oké, en ik heb van, werden de bewoners op de hoogte gesteld dat het stroomuitval heel af en toe zal plaatsvinden? Het gaat niet via Paramaribo. Het gaat via een station, ze hebben een station daar. En via dat station melden we zo en we proberen ze ook precies aan te geven welke richting en al die subtiele dingetjes. Ik heb dus ook gemerkt dat de bewoners aanhalen dat ze, hun apparatuur allemaal defect is. Hoe staat het daarmee? Zijn er afspraken gemaakt bij zo'n situatie? Oké, dan moeten ze melden dan. Als het dat is, dan gaan we kijken. En zijn er regelingen bij zo'n situatie? Bij zulke situaties? Locatie en dit soort dingen is gebonden, aansluiting gebonden. Dus dan gaan we kijken wat de omstandigheden zijn en zo. Dan gaan we onderzoek instellen. Want theoretisch kan dat niet toch? Ik heb niet met die mensen gesproken. En zal u dat later doen? Of gaat u richting Albina? Er zijn mensen van ons daar toch ter plekke. We hebben nog meer gestuurd zelf voor versterking in verband met die problemen met die motoren. Dus er zijn een aantal mensen daar. Ik denk niet dat mijn aanwezigheid daar nu nog geweest is. Oké, hebben zij teruggekoppeld met u? Wat zich nu afspeelt daar in Albina? Met die mensen? Nee, ik heb geen... Iedereen is normaal, heeft normaal spanning en kan zo normaal zijn apparatuur draaien. Dat is belangrijk, dat checken we.